Ivar Nadino, student van het VWO 4, heeft gisteravond de eerste prijs in de wacht gesleept bij de tweede editie van de VES-VOS-essaycompetitie. Nadino, die schreef over het milieu, kwam daarbij in aanmerking voor een laptop, terwijl zijn school een computer in ontvangst mocht nemen. De tweede prijs is gewonnen door Priyanka Sukhu van de scholengemeenschap Nikeri en de derde door Nian Wijesentono van de Jan Montre Ramawat Dubé VWO HAVO School. VES-bestuurslid, tevens juryvoorzitter, Wonnie Boudou, zegt dat er meer competities voor VOS-studenten georganiseerd moeten worden om hun algemene kennis te vergroten. De eindbeoordeling leidde tot de volgende conclusie. De studenten hebben op de training van de VES na de essay geschreven met weinig hulp van de school en of derden. De meeste studenten hebben de essays geschreven toen ze in de vierde klas van de VWO zaten, dus op basis van hun algemene kennis van de MULO-school en de vierde klas van de VWO. De studenten zijn veel gefocust op de hedendaagse problematiek van jongeren en de maatschappelijke problemen van hun omgeving. De ervaring in familieverband speelt een belangrijke rol in de keuze van hun essay-onderwerp. De commissie heeft het bestuur van de VES voorgesteld om maatschappelijk actuele economische onderwerpen in de vorm van masterclasses en debatten op de VOS-scholen vaker te organiseren. Boudou geeft aan dat er een uitgewerkt voorstel is aangeboden aan VOS-scholen om een uitgebreide jaarkalender te maken. Hierbij zal de VES via onderwijsinspectie scholen benaderen om een masterclass voor de VWO-scholen te houden betreffende de economie. De VES-VOS-essayprijs werd gisteren voor het eerst uitgereikt nadat in 2023 de ingediende opstellen niet voldeden aan de vereisten van de jury.